Zodra het beginkoor van de Matthäus Passion inzet, krijgen we het gevoel dat we ergens naartoe op weg zijn. De bas speelt een stuwende figuur, als in een dodendans, of horen we doodsklokken. De manier waarop de melodie door de twee koren en orkesten beweegt, roept het beeld op van een kolkende mensenmassa. Het gaat hier om de processie naar Golgotha, de plek waar Jezus werd gekruisigd. Maar de bewegelijkheid van de muziek laat zich ook verstaan als een proces, als een innerlijke ontwikkeling. Dat wil ik graag laten zien aan de hand van de rol van koor 2. In de dialoog tussen koor 1 en 2, geschreven door Bachs tekstdichter Picander, is het alsof de kruisgang zich voor onze ogen voltrekt. Eerst roept koor 1 op tot helpen. Komt ihr Töchter, helft mir klagen. Sehet, ziet. Koor 2 stelt vragen. Wie, hoe? Koor 1 legt uit. Jezus, de bruidegom, is als een lam. Pas na een dialoog over schuld en zünd komt koor 2 tot inzicht en sluit het zich aan bij koor 1. Het moment van inzicht is heel aanwijsbaar. Sehet, zingt koor 2 na de episode over schuld. Dit is de leer van Luther. Het meebeleven van de passie vanuit erkenning van schuld voert tot geloof en vergeving van zonde. Koor 2 doet ons als het ware voor welke actieve houding er van ons verwacht wordt bij het beluisteren van de Matthäus Passion. Voor mij is dit de belangrijkste ontwikkeling in het beginkoor. Bach verbindt de tekst van koor 1 en 2 met het 16e eeuwse koraal O Lam Gottes Unschuldig, door middel van de sleutelwoorden Lam, geduld en de verbinding schuld en zünd. De koraaltekst, gezongen door een jongenskoor, bevat de belangrijkste begrippen uit het passieverhaal en vormt zo een opschrift voor de gehele passievertelling.